De openluchtzwembaden in onze regio kunnen het niet beter treffen. Ze maken een ware topzomer mee. De bezoekersaantallen rijzen de pan uit. En wat wil je bij temperaturen van 30 graden of meer? Volop drukte bij zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk. Ja, dat is wel een van de beste zomers die we ooit hebben gehad. In 2013 was ook een hele mooie zomer. En dit is ook een hele mooie zomer. Bij de Waterman in Wateringen is het helemaal een gekhuis. Daar loop je letterlijk over de mensen. Op elke zomerse dag staat er een lange rij zwemklanten in de rij. De zomer is grandioos. Het is hard werken voor iedereen die hier toezicht moet houden en voor alle mensen achter de schermen. De vrijwilligers werken bijna klokje rond om al het water goed te houden. Nou, het is fantastisch en soms wel heel erg druk. Is het de beste zomer tot nu toe? Voor ons wel. Sinds jaren is dit weer een superzomer. En dat is, het blijft nog even aanhouden, hè? En totdat de zomervakantie voorbij is. We krijgen een dipje tegen het weekend en dan is het nog mooi. Zolang het mooi weer blijft, is het zwembad in Naaldwijk gewoon open. Het buitenbadseizoen loopt eigenlijk tot en met 31 augustus. Maar afhankelijk van het weer kijken we aan of we eventueel nog langer open blijven of niet. Voor het bad in Wateringen geldt hetzelfde. In ieder geval tot eind augustus. En dan gaan we open van 4:30 tot 8:00. En dat ligt aan het weer. Als het weer mooi blijft, dan blijven we nog een weekje of twee open. Dus we gaan gewoon door.